Ja, vrienden, ik kreeg zoveel reacties op mijn verhaaltje over het vrouwenvoetbal. Ja, ja. En dan reageer ik toch even terug. Want ja, als jullie de moeite nemen met zoveel om te reageren, dan moet ik iets terugzeggen, toch? Nou, dan gaan we dan. Ja, allereerst kreeg ik natuurlijk weer een heleboel beledigingen naar mijn hoofd. Nou goed, en die mensen die blokkeer ik dan gelijk. Hup, weg. En dan wordt er direct geschreven van, ja, jij kan niet tegen kritiek. Harry kan niet tegen kritiek. Harry kan heel goed tegen kritiek, beste vrienden. Alleen, ze moeten niet gaan beledigen en allerlei verschrikkelijke dingen naar mijn hoofd gaan gooien. Want dan wil ik je gewoon niet op mijn kanaal. Punt. En dan word je geblokkeerd. En we mogen het rustig oneens zijn, hè? Ja, laat dat duidelijk zijn. En daar heb ik geen enkel bezwaar tegen. Nee. Nou, in ieder geval waren er ook een aantal. Die waren het gelukkig met me eens. En toen kwam er ook een groep natuurlijk. En die zeiden van, ja, maar jij moet niet mannen met vrouwen gaan vergelijken. Dat heb ik ook niet gedaan, vrienden. Het begon bij de vrouwen die zich graag met mannen wilden vergelijken. En toen ben ik die vergelijking ook even aangegaan. Maar in principe moeten we dat helemaal niet doen. Het gaat zuiver om het niveau. Dat wilde ik even aanstippen. Want er zijn vrouwen sporten. Hey, laten we wel zijn. Ja, wat denk je van volleybal, handbal. Denk je van tennis. Denk je van turnen. Van atletiek. Van zwemmen. Ja, dan noem ik maar even een paar sporten op. Ja, die worden allemaal op hoog niveau beoefend. Ja, en het vrouwenvoetbal helaas is nog op een heel laag niveau. En ik ben nu eenmaal een liefhebber van voetbal. Ik hou van voetballen. En dan kan ik daar dus heel moeilijk naar kijken. Dus de mensen die hebben geschreven van, ja Harry, jij haat vrouwen. Nee. En die hebben geschreven, Harry, dat is heel respectloos ten opzichte van vrouwen. Ook nee. Ik draag juist vrouwen op handen. Ik til ze altijd hop op het schild. Nee, dat is niet zo. Het gaat zuiver om het niveau, vrienden. En dat niveau van het vrouwenvoetbal moet omhoog. En dan schreven er natuurlijk ook nog mensen die zeggen, Harry, ik ben het met je eens. Het is vaak niet om aan te zien. Maar ik heb wel met heel veel plezier soms naar die wedstrijden gekeken. Ja, hey. Natuurlijk. Dat kan ook. Ja. En opvallend veel vrouwen, die waren het ook met mij eens. Die schreven zelfs van, ja, het is inderdaad een beetje vreemd gehuppel van die vrouwen. Ik zeg, ja, maar luister, dat probleem hebben ze in Amerika al lang uitgevonden. Want vrouwen, die lopen nou eenmaal anders dan mannen. Ja, en dat komt door andere spieren. En die heupen die staan helemaal anders. Borsten. Dan gaan ze raar, een beetje raar naar achteren lopen. Dus, en dan krijg je een heel vreemd gehuppel. En dat probleem, dat proberen ze in Amerika te ondervangen door die vrouwen te leren lopen als mannen. Daar doen ze 4 maanden over. En dan lopen ze als kerels. En wat jullie ook heel veel aan mij geschreven hebben, ja, dat is, ja maar luister, bij het mannenvoetbal, ja, daar zie je de ene zwalbe naar de andere en dat zie je bij die vrouwen niet. En bij die mannen, ja weet je, dan gaan ze ook altijd liggen en tijd rekken en dat vinden we helemaal niks. En daar moet ik zeggen, beste vrienden, hebben jullie een punt en daar hebben jullie zeker gelijk, want aan dat, al dat gedoe en dat liggen en dat simuleren en dat tijdrekken. Nou, daar stoor ik me ook enorm aan. Dus, vrienden, dankjewel. Dankjewel voor al jullie reacties. Dat doet me echt goed. En het is ook dé manier, hey vrienden, om elkaar wakker te houden.